Ik sta al jarenlang alleen in deze stal. Er is hier plaats genoeg, ik heb echt niks te klagen. Het was hier rustig, maar wat is nu het geval? Er kwam vannacht een echtpaar om een plekje vragen. Nou ben ik niet zo'n mensenvriend, dat moet je weten. Want lang geleden heeft zo'n mens mij erg gekwetst. Ik was een stier met heel veel dat, zoals dat heette. Maar ja, nu ben ik als een os snel uitgekletst. Ik vroeg die man nog eens een nergens dan een kamer. Het is hier koud en stoffig, helemaal geen bed. Zoek een hotel, meneer, dat is veel aangenamer. Ik had hem bijna uit mijn koeienstal gezet. Toen kwam die schoonheid plotseling bij mij hier binnen. Een beetje mager, maar die ogen toch zo mooi. Ik keek eraan en ik raakte buiten zinnen. Toen zei ik, kom erin, maar let niet op de zooi. Ze kwam toen naast me liggen, dicht tegen mijn flanken. Haar grote oren vlijde zij zacht in haar nek. Meneer de Tos, vertel, hoe kan ik u bedanken? Maar ik zei, ezelin, hou op, doe niet zo gek. Intussen werd er in mijn stal een kind geboren. Er kwamen 20 schapen bij ons op bezoek. En nadat 3 kamelen wijzen zo te horen, ze brachten jaaien mee en op wat jodenkoek. Zo werd het heel gezellig in mijn kleine woning. Ik was gelukkiger dan ik ooit was geweest. Maar ja, wat wil je met zo'n kleine mensenkoning? En met dat lieve zachte ezel in het beest. Het was wel jammer, maar ze moesten snel verdwijnen. Dat had te maken met Herodes' dode plan. Ik zei wel, ik tot ziens, succes toch met de kleine. Hij wordt een heel groot man, daar ben ik zeker van. Alleen in deze stal. Er is hier plaats genoeg, ik heb echt niks te klagen. Het is weer rustig na dat ene spoedgeval. Dat zal zo blijven tot mijn laatste levensdagen.